Een heel triest bericht vanmorgen in de krant. En, ja, ook een collega van u, denk ik dan, is neergeschoten. Wat dacht u? Ja, ik ben net op tijd de dans ontsprongen, dacht ik. Maar dat is een beetje een egoïstische gedachte natuurlijk. Maar ik kan er niks van denken, omdat ik niet weet wie de dader is. En ik kan dus ook niet zeggen of het uit de hoek van de mokromafia komt. Maar de uiterlijke verschijningsvorm en gedraging is simpel. Iemand voor zijn huis, een advocaat, neerschieten door iemand van 16 tot 20 jaar. Fietsje weg, 3 schoten. De advocaat is ja, de advocaat van kroongetuigen. Dan lijken de conclusies simpel te trekken. Dat zal wel een uitvloeisel zijn van die mokromafia-affaire. Dat is wel het eerste wat ik denk dan. Ja, natuurlijk, maar het kan ook iets anders zijn. Het kan toch ook een cliënt zijn, ik noem maar wat, die al jarenlange veten heeft met zijn advocaat. En dat is ook wel gebeurd. En die de advocaat dan naar het leven staat. Zolang je niet weet wat het motief is en de dader niet bekend is, en dus het motief niet, is het simpel. Maar toevlucht zoeken bij de mogelijkheid, dat zal de mokromafia wel weer wezen. In die kring van betrokkenen is moorden een terloofse daad geworden. Maar je wordt voor een paar centen ingestuurd, je stapt op een fiets, je rijdt een woonwijk binnen, je klaart je klus en je fiets weer weg. En je hebt een paar grijpstuivers en je bent nog jong en je hebt een wapen. En daar zit nou de ellende. Men wil nu allemaal weer maatregelen van de minister, bescherming, men weet nog helemaal niet waar de oorzaak ligt. Maar wat de oorzaak is van de dood van die advocaat, is een wapen. En heel Amsterdam en al die wijken zijn bezaaid met wapens. Ik heb de minister hier ook heel vaak gezegd, pak jij die oude dossiers die allemaal blijven liggen uit die grote drugsbendezaken, waar die niks mee doet. 9 van de 10 worden nooit onderzocht. Hark die nou eens door alleen op wapenwet. Je hoeft niet die hele dossiers weer uit te spitten, is geen begin aan. 10 daders, 20 getuigen, grote onderzoeken. Maar een wapenverdenker kom je zo tegen, want in die organisaties zijn altijd wapens. Verzamel die boel en dan maar, noem het maar de razzia, al die huizen binnen waarvan je denkt dat die wapen gerelateerd zijn. Kijk, dat helpt. Harken en slepen moet je. Je moet die wapens aanpakken. En er gebeurt helemaal niks aan. Wapenteams zijn ontmanteld. En er is geen geld en geen deskundigheid meer. Klaagt de politie ook over. En dan komt Krapperhaus weer straks. Ik heb 100 miljoen in petto. Ja, dat schiet niet op. Je moet wat doen. Als ik nou kijk, dat, je, dat lees je dan wel eens in boeken. Vroeger was er een soort ongeschreven regel, familie laat je met rust. Die tijd is voorbij. Advocaten had ik zoiets van, die hebben toch ook wel ergens nog binnen dat circuit een beschermde status misschien. In die zin van, ja, we hebben ze maar allemaal nodig. Het geboefte, zal ik maar zeggen, van een poosje geleden. Die waren nog zo sportief, tussen aanhalingstekens. Om de advocaat niet te vereenzelvigen met zijn cliënt. Die cliënt die konden ze doodschieten als ze zeer hadden, maar die advocaat ja, die gingen ze niet meer onmiddellijk vereenzelvigen met. Maar die nuance is allang voetzie. Dit zijn allemaal jongetjes met een heel laag IQ die een paar voor ja, bange gedachten, die worden nerveus. En er zijn allemaal redenen hoor. Maar er is nog nooit in de beschaafde wereld zo'n grote discrepantie geweest tussen een laag IQ bij mensen en de vernietigende kracht die erop van kan uitgaan. Een peuter met een IQ van 17, met een IQ van 70, weet precies hoe een Kalashnikov werkt. En dat is helemaal nieuw. Dat zijn we nog nooit gewend geweest. En moeten we op acteren, denk ik dan? Ja, u geeft net als oplossing, niet als oplossing, maar... Bij de bron ga die wapens opzoeken. Je weet zeker dat je een heleboel wegharkt. Maar niemand doet het.